Dat is in ieder geval iets, hè? Terug naar Nederland. Jim Bakkum is de hotste musicalster van dit moment. En daarnaast ook nog popster, filmacteur, tv-presentator en meisjesidool. Zijn nieuwe album bestormt de hitlijsten. En we kunnen met een gerust hart zeggen dat het 15-jarige jongetje van toen volwassen is geworden. Isn't she lovely, made from love? Het verhaal van Jim is eigenlijk wel heel erg bijzonder. Hij is natuurlijk bekend geworden op zijn 15e door Idols. En in de jaren daarna hebben we met z'n allen kunnen meemaken hoe hij zich als jonge man heeft ontwikkeld. Inmiddels is hij 21, heeft hij zijn 5e album al uitgebracht. En ik ga nu samen met hem terugkijken op de meest bepalende momenten uit zijn leven. Laat maar zien wie je bent en laat horen die stem. Daar heb je. Hallo. Meneer Loenen. Loenen, ja. Goeiedag. Goeiedag. Ja, niet bij je thuis, hè? Nee, niet bij me thuis. Nee. Dit is de studio waar ik mijn album heb opgenomen. Ja, waarom mochten we niet thuis? Ja, thuis is een beetje mijn privé. En ik weet niet. Dit vind ik dan leuker om hier een interview te doen. Ja? Snap je dat? Nee, wij willen gewoon thuis. Voor onze wereld veranderd. De afgelopen maanden was deze studio zo'n beetje Jim's tweede huis. Want hier nam hij het album Nu Op, waarvan het nummer Door Jou al hoog eindigde in de top 40. Door de liefde van jou. Maar hier heb ik heel wat dagen doorgebracht en zitten schrijven en daar zo'n song dan in. En, ja. Welk liedje ben je trots? Er staat een nummer over mijn moeder op. Dat gaat eigenlijk een beetje over de ontwikkeling die ik heb gehad dit jaar. Dat ik uit huis ben gegaan en mijn moeder had daar best wel veel moeite mee. Mm-hmm. En toen wilde ik eigenlijk een soort van via een liedje laten merken dat ik toch nog wel aan het denk. Want niemand breekt ooit de tussen ons bestaan. Jim woont inmiddels op zichzelf, maar moeders blijft alom aanwezig. Mijn moeder drinkt gewoon zwarte koffie met niks erin. Jij ook of niet? Ja. Oh. Ik mag jouw moeder wel. Heb je het weer over je moeder? Ik zal het zeggen tegen je. Ja. Mijn moeder, kom maar. Blijf maar komen. Je mist er, hè? Gespannen wacht Jim ondertussen zijn beurt af. And isn't she wonderful? Isn't she precious? Mooie schoenen aan. Zondag schoenen aangetrokken. Ja, had je heel erg nagedacht over je kleding? Nee. Ja, ik had een spijkeroverhemd eronder aan. Mm-hmm. En die was ik gewoon. Ik was die trui die ik eroverheen had, dat dacht ik, dat had ik voor de kou. Het was november, dus het was niet heel warm. Ja. Maar ik was hem vergeten uit te doen van de spanning. Ja, leuk. Kan ik heel enthousiast van worden. Je zou, wat mij betreft, nog wat mogen doen aan je presentatie. Ja. Je moet jezelf ook verkopen aan ons, hè? Je moet geloofwaardig zijn voor ons. Ik ben heel veel dingen zijn soort van kwijt uit die tijd, omdat alles heel snel ging. Mm-hmm. Maar dat die eerste auditie, ik weet nog dat ik daar zat en dat ik binnenkwam en dat ik hun zag en dat het een beetje onecht leek of zo. Dus. Ben jij 15 jaar? Ja. Onvoorstelbaar vind ik dat. Maar gefeliciteerd, je bent door naar de volgende ronde. Ja. De winnaar van Idols 2003 is geworden... Jamai! Heb je nog een vriendschap met Jamai eigenlijk? Ze zal altijd wel gewoon een speciale band blijven. Weet je, wat we toen samen hebben meegemaakt, dat was niet normaal. Mm-hmm. Maar we spreken elkaar eigenlijk weinig. Maar als ik haar zie, is het altijd gewoon leuk. Hoewel Jim slechts tweede werd in Idols, groeide hij uit tot een waar sekssymbool voor jonge meisjes. En dat werd er niet minder op toen hij in 2004 weer aan een wedstrijd meedeed. Dancing with the Stars. En dit keer won hij wel. Maar ik dacht eerst van ja, ik ga mezelf niet voor lul zetten op tv. Dat doe ik gewoon niet. Maar uiteindelijk ben ik begonnen met repeteren en ging het hartstikke goed. Het heeft ritme, het heeft seksappeal, het heeft snelheid, flexibiliteit. Je bent echt een ware Johnny Travolta. Ja. Ook musicalproducent Albert Verlinde zag de ideale John Travolta in Jim en vroeg hem voor Grease. Ik weet dat Albert me ook vraagt, omdat ik misschien een bekende naam heb. Ja. Maar ik wil ook wel iets kunnen, zeg maar. Dus ik wil gewoon daar staan en dat mensen denken van, nou kijk, hij kan het ook nog. Maar toch gaat het mis, want tijdens een van de voorstellingen van Grease gebeurt er een verschrikkelijk ongeluk. De auto waar Jim in zit, rijdt de orkestbak in en valt 4 meter naar beneden. Het gekke is, ik weet van het hele ongeluk niks meer af. Mm-hmm. Omdat ik gewoon, ik had een blackout en ik
Dus dat is totaal weg. Het enige wat ik nog weet is, vlak voordat ik op kwam rijden, het moment dat de andere spelers afgingen en dat ze een beetje aan het lachen waren. En daarna is het gewoon helemaal kwijt. En dat is ook denk ik de reden dat we erin zijn gegaan. Dat ik, dat weekend was ook niet normaal druk. En echt, dat heeft wel mijn ogen open gezet. Om niet meer zoveel hooi op mijn vork te nemen. En gewoon alles met mate te doen, zeg maar. Maar wanneer werd jij dan wakker? In het ziekenhuis, op de EHBO. Ik was alleen maar in de rond aan het schreeuwen. En en 10 keer hetzelfde vragen. Toen kwam mijn vader en mijn broer binnen. Vroeg ik alleen maar, waar is mama? Waar is mama? Mm-hmm. Weer mijn moeder. Ja, het is een rode draad in dit verhaal. Ja. Toch zit er ook een positieve keerzijde aan het ongeluk. Want tegenspeelster Bettina Holberda raakte ook gewond aan haar arm. En terwijl ze beide revalideerden, werden ze verliefd. Ik was 1,5 maand thuis, zij 2,5 maand. Ja. En ja, dan breng je veel tijd met elkaar door. En daar is de vlam echt over geslagen? Ja, het is gewoon steeds sterker geworden. Eerst was het van half-half. En toen op een gegeven moment is het. En het wordt nu elke dag. We gaan nu dik 2 jaar met elkaar. Wordt het elke dag sterker. Ze is zo lief. Ze is echt heel lief. Wanneer zie jij jezelf vader worden? Ik durf niet echt een echte gok te doen. Maar als ik dan toch een gok moet doen. Ja, rond mijn 25ste of zo. Oké. Dat is nog vrij jong, maar ja. Ja, maar dan. Je hebt een oude ziel, dus dan. Precies, en ik vind het wel leuk om jong vader te worden. Ja. Voorlopig heeft Jim sowieso weinig tijd voor kinderen, want hij is een druk bezet man. De komende maanden zullen vooral in het teken staan voor repetities van de musical Hairspray, waarin hij de rol van Link Larkin speelt. Ik begin met Hairspray vanaf augustus te repeteren en dan vol op het land in 27 september première. En nu echt het album. En dan promoten. En 3 juli geef ik een concert in Panama en Amsterdam. Mm-hmm. En dat wordt echt te gek. Mooi, hè? Wat ga je nu doen? We gaan nu naar 2 seniorfestjes. In Ede en in Duiven. Dus dan, fans ontmoeten. Fans ontmoeten. Weer popsterretjes spelen. Popsterretjes spelen, zoals altijd. Oké. Hey, tot ziens. Tot ziens. Doei, was gezellig. Volgende week zijn wij weer. Leid ons meteen even rond als je wil. We zijn dan thuis bij Lieke van Lexmond en bij Jack Spijkerman. Peter van der Rost. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. We zijn iets later, sorry. Tot dan.